Mijn naam is Jorrit Westerhof. Ik doe de master rechtswetenschappelijk onderzoek en daar ga ik jullie vandaag wat over vertellen. Nou, ik heb voor deze masteropleiding gekozen omdat ik eigenlijk tijdens de bachelor er al achter kwam dat ik schrijven heel leuk vind, dat ik onderzoek doen heel leuk vind, jezelf helemaal vastgrijpen in een bepaald onderwerp. Nou, en dan sluit eigenlijk de master rechtswetenschappelijk onderzoek daar perfect bij aan. Dus ja, dat is de reden waarom ik voor deze master heb gekozen. Nou, de grootste uitdaging aan deze master is dat het wel een vrij drukke master is. Het is flink aanpoten, dus je moet echt goed je tijd inplannen en dat vraagt wel wat van je qua time management. Maar aan de andere kant is dat ook weer een hele mooie les en iets wat je later bij het uitoefenen van je beroep in de academische wereld ook echt goed van pas zal komen. Welk vak mij het meest aanspreekt aan de master rechtswetenschappelijk onderzoek is recht en literatuur. Het is eigenlijk een vak waarin we met z'n 12 verschillende boeken aan het lezen zijn. En ja, dat zijn boeken van Plato tot aan Homerus. En eigenlijk zijn we die boeken op een bepaalde manier aan bepaalde juridische thema's aan het linken. Maar dat is niet het enige wat we doen. We zijn ook heel erg aan het kijken naar wat vinden we nou echt mooi aan zo'n boek. Op welke manier is het geschreven, wat het voor ons aantrekkelijk maakt. En ja, op die manier leer je dus ook een beetje schrijven op een manier die aantrekkelijk is en niet uitsluitend informatief. Als ik 3 pluspunten mag noemen van deze master, dan is dat ten eerste dat het heel kleinschalig onderwijs is. Dat geeft heel erg de mogelijkheid om heel diep in discussies te gaan met je medestudenten. En dat is ook wel een groot verschil als je het vergelijkt met de bachelor, waar je vaak toch hele massale hoorcolleges hebt en het op een bepaalde manier toch wat minder persoonlijk is. Het tweede pluspunt wat ik bij de master rechtswetenschappelijk onderzoek zie, is dat je een betaald studentassistentschap krijgt aangeboden. Op die manier kan je eigenlijk al meteen in samenwerking gaan met een bepaalde vakgroep en bezig gaan met je eigen artikel schrijven. En een derde pluspunt is dat het zijn allemaal hele vrij in te vullen vakken. Dus je kan als het ware eigenlijk je hele je eigen onderzoeksonderwerp bij alle vakken die je volgt bij de Research Master er op een bepaalde manier in vleggen. Ik ben Albert-Jan Tollenaar, ik ben directeur van de Groningen Graduate School of Law en verantwoordelijk voor de onderzoeksmaster. Deze master is voor slimme, geïnteresseerde studenten die willen weten hoe het recht werkt en waarom we recht hebben. Studenten die niet alleen maar geïnteresseerd zijn in het strafrecht, bestuursrecht of privaatrecht, maar meer willen weten over het functioneren van het recht. Daar is deze master voor bedoeld. Het is een 2-jarig programma waarin je naast domeinvakken, dat zijn de reguliere vakken uit de reguliere master, zoals bestuursrecht, privaatrecht of strafrecht, ook reflectievakken volgt, waarin je dus leert over hoe het recht functioneert en waarin je ook leert om zelf onderzoek te doen. Het is kleinschalig onderwijs. Maximaal 20 studenten worden toegelaten. Met die 20 studenten vorm je een groep waarin je stof bediscussieert en elkaar feedback kunt geven. Je krijgt heel veel aandacht voor individuele ontwikkeling en individuele schrijfvaardigheid en analytisch vermogen. Bijzonder aan deze master is dat de studenten een studentassistentschap aangeboden krijgen. Daarmee kan de student meedoen in een vakgroep, meedoen met onderzoek en meedoen in onze academische gemeenschap. Je wordt gewoon medewerker bij onze faculteit. Deze master is niet alleen maar voor de studenten die 8 en 9's halen. Het gaat om motivatie. En die motivatie die blijkt uit een motivatiebrief en een paper dat je moet schrijven. Aan de hand daarvan vindt de selectie plaats en worden de beste 20 studenten geselecteerd voor deze master. Onze onderzoeksmaster leidt op voor een academische carrière, dus verder gaan in promotieonderzoek. Maar dat wil niet zeggen dat promotieonderzoek het enige is wat je kunt doen. Veel van onze afgestudeerden komen terecht bij advocatenkantoren, rechtelijke macht of onderzoeksbureaus, omdat ze gewoon goed kunnen schrijven en goed kunnen analyseren. Onze afgestudeerden hebben echt een streepje voor. Ik ben Maria Westra en ik werk bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn studie heb ik gestudeerd, maar daarnaast heb ik ook een studentassistentschap gelopen en ik ben buitengevier geweest bij de rechtbank op de afdeling strafrecht en ik heb ook nog een stage gelopen bij een advocatenkantoor op de Zuidas. Ik heb heel veel profijt van mijn onderzoeksmaster in mijn huidige functie, omdat ik in de onderzoeksmaster heel veel onderzoek heb gedaan. Ik heb veel feedback gekregen daarbij en ik weet dus nu waar je goed op moet letten als je onderzoek doet. En ik vind het heel erg leuk om de vaardigheden die ik heb opgedaan in mijn master, om die nu door te geven aan de studenten. De mooiste herinnering aan mijn studietijd, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. In de master ben ik vooral heel erg dankbaar dat ik super veel leuke mensen heb ontmoet. Ik had een hele leuke groep en het contact met de docenten was ook erg leuk. Dat maakte mijn master gewoon
superleuk. Als je een keuze moet maken voor een master, zou ik vooral zeggen, volg je gevoel. Ga bij jezelf na, wat vond ik leuke vakken? Misschien is daar wel een leuke master over te vinden. En ik heb voor de onderzoeksmaster gekozen, omdat ik vooral de vakken JOV 1 en 2 en ook de studentenrechtbank heel erg leuk vond. Ik hield van onderzoek doen en daarom was dat de keuze die bij mij paste.